Mevrouw, u mag weer winkelen. Ja, leuk. Ja, bent u blij? Ja, natuurlijk. Net als deze mevrouw zijn er veel mensen blij. De niet-essentiële winkels mogen namelijk vanaf woensdag 3 maart weer open. Na bijna 3 maanden op slot te hebben gezeten, mag ook Kringloop Warenhuis opnieuw en co. Weer aan de slag. We zijn heel blij dat we vandaag weer open mogen. Al is het beperkt, hè, op afspraak. Maar de eerste klanten zijn inmiddels binnen. En nou ja, het loopt eigenlijk storm als je kijkt naar hoeveel afspraken er al geboekt zijn. Want de winkels zijn niet open zoals we dat gewend zijn. Klanten moeten van tevoren boeken en mogen maar 2 klanten per verdieping de winkel in. En ze hebben maar een bepaalde tijd om te shoppen. Dat er veel behoefte is om tussen de spullen te snuffelen, merken ze in de winkel maar al te goed. Als je kijkt naar onze 6 winkels, dan zijn er inmiddels meer dan 2000 afspraken gepland. En in Dordrecht? In Dordrecht, dat is onze grootste winkel, zijn we ook op zondag open. Want we hebben de winkeltijden echt zo ruim mogelijk genomen. Dus van 9:00 tot 5:30. En in Dordrecht zitten we boven de 600. Dus als je nu een afspraak wil plannen, dan kom je ergens volgende week woensdag, donderdag aan de beurt. Bij een van onze andere winkels, dan kan het al wat sneller, kan het vrijdag of zaterdag nog. En dat maakt het dat mensen echt vaak zien als een uitje. Goed, en dat uitje dat duurt nu 30 minuten. Ik las gisteren al iemand die had geboekt en die zei, ja, ik heb echt het gevoel dat ik morgen naar de Efteling mag. Een dagje weg, maar ja, ze mochten weer gaan shoppen bij Opnieuw & Co. Dus dat voelt voor ons en zeker ook voor ons personeel wel heel fijn dat er zo naar gekeken wordt. En dat er zo massaal op gereageerd wordt. Ja, ik vroeg net aan de klant van hoe ze het weer ervaarden. En ze vinden het weer hartstikke leuk om het koopgevoel te hebben natuurlijk. En om ermee bezig te zijn. Alleen wij hanteren een 30 minuten. En dat vinden ze nog wel een soort gehaast gevoel hebben ze daarin. Omdat ik eigenlijk hier al jaren kom en hier gewoon echt even gezellig en leuke dingen kan kopen. En hoe is het voor u om weer in de winkel te staan? Ja, dat zeiden we net met z'n allen tegen elkaar al. Daar hebben we het al die tijd voor gedaan. We hebben de winkel helemaal opgeknapt, schoongemaakt, opnieuw geschilderd. En ja, we hebben ook weer het gevoel dat we een beetje open zijn.